in eerste instantie behoefte aan een nieuw datacenter. Maar aangezien cloud en datacenter best wel communicerende vaten zijn, hebben we dat ook verder onderzocht. En we zagen dat cloud-initiatieven eigenlijk al uitgevoerd werden bij ProRail, maar nog meer ad hoc. Dus dat hebben we meer aligned aangepakt. De hybride cloud en de wijze waarop wij de public cloud daarin betrekken, kun je zien als een virtual private cloud. Dus daarbij genieten we eigenlijk wel van de flexibiliteit en de vrijheid van de public cloud. Maar we doen dat wel in een door ProRail gecontroleerde omgeving. Wat we willen bereiken voor ProRail met de cloud is dat we sneller kunnen opschalen, meer flexibiliteit en wat minder complexiteit. De complexiteit bestaat met name voor nu dat er nog niet alles zodanig gestandaardiseerd is voor de cloud. We zien binnen ProRail dat digitalisering van het spoor in opmars is, waarbij we eigenlijk denken dat daar ook cloud computing toegevoegde waarde kan bieden. Zeker als het gaat om het kunnen analyseren van hele grote hoeveelheden data, waar ook dus veel opslag en rekenkracht voor nodig is. Want daarmee denken wij bijvoorbeeld meer te kunnen vertellen over de toestand van het spoor, om daar ook bijvoorbeeld preventief onderhoud te kunnen gaan plegen. We zetten met name in op IoT en Artificial Intelligence. En daar hebben we ook het Data Lab voor, dat met innovatie bezig is. En daar zie je al dat ook het opschalen nodig is. Het gaat enorm helpen en ondersteunen. Ik denk in eerste instantie dat we het initiatief hebben genomen. Het is echt een cloud journey. We zijn er nog steeds mee bezig. Ja, het beklijft in het Cloud Center of Excellence team. Ik ben ook wel trots op het feit dat we toch wel een grote migratie hebben gedaan van ruim 300 IT-systemen vanuit onze ontwikkel- en testomgeving naar de cloud. Een migratie op basis van lift en shift. In ons geval was dat best de moeite waard, omdat dat een omgeving is die niet continu nodig is. Zodat we hem inderdaad ook in de avonduren en in het weekend uit kunnen zetten. En daarmee dus ook de kosten besparen.